Goedenavond, de onderwerpen in onze social special vanavond. Chaos bij pakkettenuitdeling, de verveertjes halen geld op voor Suriname, gesprekken Boutersche Santokki Brunswijk en Hoefdraad en Centraal Hoofd Stembureau presenteert verkiezingsresultaten. Om burgers te helpen tijdens de COVID-19-crisis werden op verschillende locaties COVID-pakketten uitgedeeld. Er was een enorme drukte bij de afhaallocaties. Mensen stonden te dringen om geholpen te worden, waardoor de COVID-regels niet in acht werden genomen. Op social media ontstond een vloed van kritiek door bezorgde burgers die de organisatie een veeg uit de pan gaven. Tot laat in de avond stonden burgers in de rij voor een pakketje. Het ministerie heeft na de rommelige distributie besloten om het project voorlopig aan te houden. Er werd heel lang op gewacht en het was eindelijk zover. Het Centraal Hoofd Stembureau heeft de officiële verkiezingsresultaten gepubliceerd op een openbare zitting. De vergadering is door meer dan 65.000 mensen bekeken op social media. Er werden veel woorden van opluchting uitgesproken omdat de publicatie langer geduurd heeft dan normaal. Hierna rest nog maar één stap. Het bindend verklaren van de uitslag door het onafhankelijk kiesbureau. Dat gebeurt op vrijdag 19 juni, nog één van de momenten waarop er gewacht wordt. Social media werd wakker geschud van berichten over een gesprek tussen Chan Santokki, Ronnie Brunswijk en Desi Boutersche. Nog meer tongen werden losgemaakt toen bleek dat de financiënminister Hoefdraad erbij was tijdens de gesprekken. Burgers vroegen zich af waarom er in alle stilte gesprekken worden gevoerd. De politieke leiders hebben vervolgens een gezamenlijke verklaring afgelegd, maar de kritiek op social media werd niet veel minder. Volgens Santokki gingen de gesprekken over de overgang van de regering en dat de ontmoeting op een neutrale plek is geschied. Er zijn verschillende momenten geweest van overleg. De campagne is voorbij, de verkiezing is voorbij. En nu hebben wij als verantwoordelijke leiders, maar meer nog de winnaars, dat we even overleg nodig hebben in het kader van het natraject. En dat willen we goed doen door goed overleg te hebben tussen de incoming government en de outgoing government. We hebben een plicht als leiders om de samenleving daarna te informeren. En dat is ook gebeurd geworden met het persbericht. De Surinaams-Nederlandse comediant Roué Verveer heeft meer dan 40.000 euro opgehaald in Nederland om Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Hij maakte een GoFundMe-pagina aan, genaamd Deel met Suriname, om een online inzamelingsactie te starten. Meer dan 1500 mensen hebben gedoneerd en in eerste instantie was de limiet gesteld op 20.000 euro. Maar dat werd na één dag al gehaald. Roué besloot dat bedrag te verhogen naar 40.000 euro en heeft ook dat bedrag reeds binnen. Nu is het streven om 60.000 euro binnen te halen en Roué werkt samen met Tessa Zendaar, Meredith Asset en Fernandes Groep die de producten verkoopt tegen inkoopprijs, verpakt en distribueert. Hoe moet ik het doen als ik niet, als we geen werk hebben? We hebben bijna zelf ook geen eten in het huis en ik heb twee kinderen. We hebben op dit moment de 36.000 zijn we gepasseerd. Dus ik wil iedereen hartelijk bedanken die tot nu toe heeft gestort. Vandaag was de eerste dag dat wij zijn gestart met het project. Dit is voor het SU Lockdown Noodproject. En dat waren de onderwerpen in onze social special. Hartelijk dank aan Ineffable voor hun welwillende medewerking. Nu terug naar Ernie.